Hallo lieve Steenbok, dit is jullie maandelijkse reading voor de maand oktober 2021. Welkom bij Mystic Angel Rara Tarot, ik ben Rara. We gaan kijken wat voor energie er we komende maand hebben voor jullie. Ik ga even kijken. Lieve licht. Licht steenbok, oktober 2021, Keltisch kruisboodschap. Oké, we gaan kijken. Kijken of ik nog ergens toch nog wel. Mag nog een kaartje van Five of Wands. Nog een kaartje van Five of Wands. Ja, ik zit even te kijken, want. Nog een kaartje van Five of Wands. Nog een kaartje van Five of Swords. Oké, duidelijk. Ja, want soms heb ik een paar kaarten nog erbij extra nodig om te weten van wat het precies inhoudt. Wat ik hier zie is Ace of Cups. Je krijgt overvloed aan liefde de komende maand. Overvloed aan liefde. Je zal je ook echt geliefd voelen. Dus het wordt een hele mooie maand voor jou. Je krijgt ook heel veel boodschappen door met de Hermit kaart. Via je intuïtie. Je krijgt echt ook heel veel boodschappen door wat je mag gaan neerzetten. Wat je mag gaan doen eigenlijk in je onderneming misschien. Want ik zie dat je begeleid wordt om die onderneming te gaan neerzetten. Dus je gaat zelf ideeën krijgen, boodschappen via dromen. Misschien door tekens. Denk aan dubbele getallen. Denk aan wolken, natuur, vogels of dieren, bloemen, planten, bomen. Wat moet ik nog meer zeggen? Voor de woorden, als je vragen hebt, dat de woorden zo langs je heen komen. Dan denk ik van, oh, dat is de antwoord op mijn vraag. Weet je wel? Dus let op de tekens ook, want je wordt echt begeleid om in jouw ondernemingschap. Wat ik hier zie in het verleden is dat je heel veel conflicten had met jezelf eigenlijk. Je was echt heel erg in conflict met jezelf over wat je precies wou gaan neerzetten. Wat jouw onderneming als onderneming wilt gaan neerzetten. Hier zie ik gewoon getouwtrek. Je bent gewoon echt heen en weer aan het gaan van zoveel aan het twijfelen. En ik zie hier gewoon, ga gewoon actie ondernemen. Het universum zegt, ga gewoon actie ondernemen. Dan zal jij je werk en financiën gewoon echt in balans zijn. En ook, jij gaat gewoon ook groeien in je onderneming. Want zie je bladeren? Je gaat gewoon groeien in je onderneming. Want er zal weer balans komen. Dus die getouwtrek gaat weg. Dus je komt wel weer in balans met de Justice kaart. En met de wielkaart op de goede timing. Op de goddelijke timing gaat dat allemaal gebeuren voor jou. Dus maak je alsjeblieft niet zoveel zorgen.
Want kijk, in de nabije toekomst heb je de magician. En die wil zeggen dat jij gewoon alle tools in de handen hebt om je onderneming te gaan neerzetten. Super gaaf dit voor jou, Steenbok. Echt, vind ik heel erg gaaf. Oké, we gaan naar de boodschappenkaart. Lievelicht. Steenbok. Oktober 2021. Boodschap. Alsjeblieft. Nou, hij wil niet zo. Ja, hier. Wauw. King of Spring. Katanga Lion. Je zal ook heel erg geïnspireerd zijn. Ambitieus zijn. Heel wijs zijn. Dat is een hele krachtige kaart. Je komt ook echt helemaal in je kracht. Je gaat ook groeien. Want de boom zegt dat je gewoon gaat groeien. En in je onderneming. De vink zegt, vink wil zeggen echt succes. Je gaat ook echt succes behalen. Nou, kijken wat de Katanga Lion zegt. Now's your moment to step up to a leadership role. Dus nu is je tijd om je leiderschapsrol op je te nemen. Don't back away from the spotlight. As your plans will be successful so long as you stay focused upon the big picture. Ga jezelf niet terugtrekken als je in de spotlight staat. Je zal succesvol zijn als jij gewoon gefocust op je werk blijft. Gefocust. Gefocust op je werk. Kijk naar het grote geheel. Dus ga gefocust bezig zijn met jouw onderneming. Want je gaat gewoon succes boeken. Je gaat gewoon in kracht staan. Je gaat ook spiritueel gewoon groeien. En je gaat ook in je vak groeien. Dus ja, wauw. Dat is echt mooi. Lieve leer. Steenbok. Boodschap. Oktober 2021. Steenbok, we hebben hier. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. En die zegt, je bent veilig en deze situatie perfect onder controle door de goddelijke voorzienigheid en de universele wetten. Je hoeft alleen maar liefdevolle gedachten en gevoelens in de situatie aan te brengen, om je ervan te verzekeren dat het hoogste mogelijke resultaat zonder enige inspanning naar je toe en door je heen stroomt. Wauw. Je wordt gewoon goddelijk geleid, je wordt gewoon geholpen. Echt waar. En ik zie ook, ga meer mediteren, dus zodat je meer vrede in jezelf gaat krijgen. Mocht jij nog in een conflict situatie zitten, dat gaat verdwijnen als je meer gaat mediteren. Weet je, in je innerlijke conflict. Dan zal je zien dat alles weer gaat stromen en je hoeft je echt geen zorgen te maken. Je hoeft alleen maar te mediteren. Even rust te nemen. Yes. Lieve licht. Steenbok. Boodschap. Oktober 2021. Deze. Wat is deze? Ja. Liefde. Het antwoord dat je zoekt is liefde. Lieve Steenbok, misschien heb je in je leven als kind zijnde geen liefde gehad, geen liefde gekend. Mocht je daar op zoek zijn in je partner, want dat heb ik ook gehad, is dat een foute boel. Nou, echt waar. Als je dat liefde zoekt in iemand anders,
Is dat een foute boel? Want jij zelf hebt geen zelfliefde. Jij kan geen liefde geven, maar je kan ook geen liefde daardoor ontvangen, omdat jouw hart op slot zit. Ik kan jou daarbij helpen met intuïtieve ontwikkeling. Dat is echt aan jezelf helen. Dus ook van het verleden, van dat je kind was, of misschien dat je innerlijk kind geheeld moet worden. Noem het maar op. Het is gewoon verheling van jezelf en werken aan jezelf, zodat die blokkade van je hart weggaat. Mocht je dat willen, laat me dan weten, want ik kan jou daarbij wel helpen met dat stukje. En dan zal je zien dat niet liefde alleen door je heen stroomt, maar ook dat liefde echt om je heen zal zijn. En hoeveel liefde jij zal ontvangen. In het begin wist ik dat ook niet, totdat ik het innerlijk werk ook heb gedaan. Ik heb ook echt intuïtieve ontwikkeling gevolgd, waardoor ik dus die zelfliefde heb gekregen, waardoor dus niet alleen in mij zelfliefde is, maar ook om mij heen heel veel liefde is. Dus en het werkt echt effectief, echt waar. Andere mensen hebben met intuïtieve ontwikkeling een gelijkgestemde partner gekregen. Ook werk kwam op pad, spiritualiteit werd helder, de gaven zijn aan het groeien. Ze kunnen echt boodschappen van hun gidsen waarnemen. Dat soort dingen is echt heel gaaf. Is echt gaaf. Dus mocht je dat willen, laat me in ieder geval weten. Maar het is ook echt zo mooi dat ik dit mag neerzetten. Oké, we gaan kijken. Deze boodschap is voor een edelstenenboodschap. Wat voor edelstenen je komende maand mag gebruiken. Even licht. Boodschap. Steenbok. Oktober 2021. Deze. Rode niet. De edelsteen rode niet. Deze steen mag je gaan gebruiken de komende maand. Zoek je God in alles wat je iedere dag doet. Zit je na een verlies in het proces van helen? Laat je geliefde deze heilige reis maken. Weet dat hij of zij op vele manieren altijd bij je is. Erken het goddelijke vrouwelijke in jezelf. Wees er zeker van dat uiteindelijk de waarheid wordt onthuld. Wauw. Kijk eens aan. Ook het helen van een verlies van iemand kan heel zwaar zijn. Maar je kan het helen door die intuïtieve ontwikkeling. Mocht je daar heel veel moeite mee hebben, met intuïtieve ontwikkeling zal je zien hoe jij gewoon groeit. En dat jij geen liefde van een ander nodig hebt. Je hebt alleen die zelfliefde nodig. En zodat het niet alleen in jou de liefde zal zijn, maar ook om jou heen. En daar heb je behoefte aan. Oké, ik heb hier Maria Magdalena. Ik maak spiritualiteit een deel van mijn dagelijks leven. Ik heb een relatie met God. Mijn naam, geest en ziel geef ik de tijd en ruimte om het verlies dat mij achtervolgt te helen. Ik zegen degenen die hun tijd hier hebben volbracht en nu een nieuwe reis maken. Het komt allemaal wel goed. We worden allemaal goddelijk geleid. We hebben allemaal onze spirituele team en die helpt ons verder als wij heen gaan. Dus maak je geen zorgen. Ook daarvoor wordt er gezorgd. Ja? Ik hoop dat ik jullie genoeg inzichten en adviezen heb kunnen geven. De blokkade van jullie pad heb weg kunnen halen. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een videoreading willen winnen, dan mag je kiezen uit liefde, werk, algemeen of spiritueel. En mag je hieronder even plaatsen dat jij een videoreading wil winnen. En zodat ik makkelijk contact met jou op kan nemen. En
Even kijken. Kijk ook naar mijn diensten hieronder. Want je mag ook donaties geven. Voor de readings wat ik geef op YouTube, Facebook. Dus op YouTube geef ik sterrenbeelden readings. Sterrenbeelden update, die gaat nog komen. Even kijken. Op mijn Facebook pagina geef ik weken readings. Ook sterrenbeelden update. En ga ik ook doen. En sowieso boodschappen geef ik daar. Kaartjes geef ik daar. Op Instagram geef ik kaartjes, boodschappen. En ook de sterrenbeelden update. En op de TikTok geef ik ook boodschappen door. Dus kijk er naar. Ik zal in mijn diensten ook vermelden onder welke naam ik sta bij Facebook, Instagram, YouTube. En ja, op YouTube weet je wel. En op TikTok. En ik heb ook voor 10, 20 of 50 euro kan je een boodschap, een persoonlijke boodschap bij mij boeken. Hoe hoger de prijs, hoe meer boodschappen je kan krijgen. Dus kijk er naar. En de andere diensten staan er ook op. Mijn video reading, mijn WhatsApp en e-mail consulten en mijn belchat video call consulten voor als je vragen hebt, als je ergens tegenaan loopt, luisterend oor nodig hebt of wat dan ook. Ik heb mijn intuïtieve ontwikkeling voor het werken aan jezelf en helen van jezelf. En ik heb voor intuïtief coaching is het echt begeleiden. Echt op begeleiding op je pad. Met de vragen waarmee je zit, boodschappen kan je krijgen, noem het maar op. Ja? Mocht je dat willen, laat me weten. Het is gewoon 5 weken lang die intuïtief coaching trouwens. Dus elke week een boodschap of vragen die je wilt stellen. Dus ja, het is 5 weken lang. En doe er voordeel mee. Echt waar, het helpt. En de begeleiding is gewoon heel erg onwijs tof. Yes? Nou, tot de volgende keer. Doeg!